incontrano a noi. Libico hebi no, alibi la e someni sorgugli den na insranan. No den tagiu awa, e den ki suizranan, pri ala jano man farditi na pres pe umetan. Someni netif saini prakseri, du no mas ribi. Tutaki absale guinti unome archi so many ari psale u atra quevu soso sa u candu ai mi strana mi lobi. So lazy day epsa du ere no ben ya di casu ati de na famili de sofa. Inmiddels 3:05, lieve mensen. 1 minuut later dan gepland. En we gaan vanmiddag praten met de secretaris van de VES. En dat is de heer Swami Girdhari, lieve mensen. Het zijn een reeks van onderwerpen, thema's waarover we straks, waarbij we straks stilstaan. In het licht van sociaal-economische ontwikkelingen in dat land. Inflatie neemt toe en als ik het goed begrepen heb, is de Surinamer in de afgelopen periode, laten we teruggaan naar 2020 tot en met nu toe, zo gemiddeld 400% armer geworden. En dat heeft allemaal te maken met de ontwaarding van de SRD en de alsmaar stijgende prijzen in de schappen. Hoe dat precies technisch in elkaar zit, zal meneer Swami Girdhari ons straks uitleggen. Eén ding staat vast. Met de inflatie en de inflatorenwerking wordt de Surinamer steeds armer en armer. En ik las onlangs een artikel waarin door een gerenommeerd internationale organisatie toch wel zorgen werd uitgesproken dat als het allemaal zo door blijft gaan in Suriname, tegen het einde van dit jaar, niet 60, niet 70, maar misschien wel 80% van de Surinaamse gemeenschap uiteindelijk rondom de armoedegrens terechtkomt en dat ze het bikkelhard zullen hebben. Daar weet meneer Swami Girdhari ook alles over en van, lieve mensen. En daarom doe ik het gesprek vandaag met hem. Meneer Girdhari, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag meneer Kartaram en goedemiddag luisteraars van Radio Awaas. Ja, het was geen Rafi, het was geen Mukis. Het was ook geen Lata en Talut, maar het was meneer Rahmat Ahmad Stam. En u weet inmiddels waarom ik de gesprekken met dit nummer begin, neem ik aan. Staat het liedje ook bij u nummer 1? Ja, bij mij staat hij op dit moment op nummer 1. En dat ter ondersteuning van, lezen de burgers in Suriname, maar ook de instituties die er zijn, om toch wel de regering op de hielen te zitten. Als het gaat op controle, hè, van publieke organen en personen in publieke dienst. En dat zij vrijelijk hun grondrecht moeten kunnen uitoefenen. Hebben we toch wel laatst gezien dat dat in Suriname op dit moment behoorlijk onder druk staat. Maar dat bespreken we straks ook. Past u maar op, straks wordt de minister ook boos op u. Nou ja, maakt mij niet uit. Hij doet zijn best maar, zeg ik altijd van hieruit. Meneer Girdhari, laten we beginnen bij het begin. Ik moet u feliciteren, want ik heb begrepen dat er op 17 augustus... een algemene ledenvergadering is geweest van uw vereniging, de VES. Ja, dat klopt. Ja, want alle leden zijn toen samengekomen om toch wel een aantal besluiten te nemen. En een daarvan was het vaststellen van een nieuw bestuur voor de komende periode. Was dat nodig?
Ja, nee, conform onze statuten dienen wij elk jaar op zijn minst een algemene ledenvergadering te houden. Ja. Waarbij wij verslag geven van de activiteiten van het voorafgaand jaar. En daar ook min of meer presenteren wat wij van plan zijn te doen voor het komend jaar. En dan vindt er ook een bestuursverkiezing plaats. En dat heeft ook allemaal plaatsgevonden 17 augustus jongsleden, waarbij er een nieuw bestuur gekozen is. Onze voorzitter Steven Dittin-Persat is bij acclamatie herkozen. En er zijn nog een aantal andere bestuursleden gekozen. Als u mij de gelegenheid biedt, wil ik wel... Ja, maar ik wil eerst een vraag stellen voordat u verder gaat. Ja. Want ja, dan maakt u het makkelijk af. meneer Dittin-Persat is bij acclamatie gekozen. Er is een bestuur gekozen. Was er wat te kiezen, inderdaad? Het is namelijk zo dat de leden overtuigd waren dat de voorzitter, meneer Dittin-Persat, herkozen werd. Ja. En er zijn en volgens onze statuten moesten de twee mensen conform de statuten gewoon uit het bestuur treden. En die hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Zodat andere leden de gelegenheid kregen om zich kandidaat te stellen. En die zijn dan door de ALV gekozen tot bestuursleden. Alleen de voorzitter wordt op de ALV in functie gekozen. En de andere leden, die worden daarvan worden de functies gewoon door de bestuursleden onderling verdeeld. Ja, ja. Maar oké. En de statuten hebben bepaald dat het bestuur in de oude vorm eventueel kan blijven zitten. En dat op basis van verloop van termijnen, ik weet niet hoeveel jaar, dan bestuurders aftreden. Klopt dat zo? Ja. Ja. Ja, bij elke ALV moeten twee bestuursleden uittreden. Ja, ja, ja. En dat gaat volgens een bepaald schema. Ja. En die mogen zich dan weer herkiesbaar stellen. Ja. Of niet. Ja. In dit geval hebben de twee leden die zijn uitgetreden zich niet herkiesbaar gesteld. Zodat er een mogelijkheid geboden werd aan andere leden om zich kandidaat te stellen. Maar leden zijn vrij om op de ALV, waar de bestuursverkiezingen zijn, zich kandidaat te stellen. Dus je kan altijd meerdere mensen, meerdere leden hebben die zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. En dan vindt er dan een verkiezing plaats. Ja, ja, oké. Maar goed, kijk, in een open democratische organisatie zou je verwachten dat er mensen zijn, leden, die kritisch zijn, maar die ook de democratische gehalte van de organisatie in peil proberen te houden, hè, door inderdaad tegenlijsten te presenteren. Dan valt er wat te kiezen, dan is het ook scherp, hè? Je houdt elkaar daardoor scherp. Maar er is niet zo een procedure geweest waarbij u uw leden hebt opgeroepen om tegenlijsten in te dienen. Nee, tuurlijk. Kijk, in de uitnodiging hebben we dat aangegeven, dat er bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden. En mensen die zich kandidaat willen stellen, zijn daarin vrij en moeten dat aangeven aan het bestuur. Volgens mij tot twee dagen voor de ALV. Dus leden hebben altijd het recht om zich kandidaat te stellen voor welke functie dan ook. Ja. En dus wat dat betreft is gewoon de democratie aanwezig bij de vereniging. Ja. En als de behoefte daartoe aanwezig is, dan geeft men het gewoon aan. Ja. Ja, maar ik ben allergisch voor kiezen bij acclamatie, weet je wel. Dan lijkt het alsof dat je kritisch gehalte van de organisatie niet goed ontwikkeld is. Ja, meneer Dittin-Persat is bij acclamatie gekozen, dat we zeggen, handje klap en meneer is weer gekozen in zijn functie als voorzitter. Je zou verwachten op dat punt er een kritisch debat geweest zou zijn van tevoren, hè? Want je bent voorzitter één jaar. Ik bedoel, wat u zegt, als er leden waren die zich kandidaat wilden stellen, dan was die mogelijkheid aanwezig. Ja. Maar blijkbaar hebben de leden de behoefte niet gehad om dat te doen, omdat ze tevreden zijn over het beleid en het voorzitterschap van Steven Dittin-Persat. Ja. Ja, dat hebben ze dus van... wat dat betreft is het democratisch gehalte absoluut aanwezig in de vereniging. En ik denk niet dat een vereniging als de VEF, die zeer kritisch is naar alles en nog wat toe, dat ook in zichzelf herbergt, het kritisch zijn. En onze leden zijn ook zeer kritisch naar ons toe, hoor. Ja. Ik krijg wekelijks kanttekeningen van leden met betrekking tot diverse vraagstukken. Ja, meneer Santoki is ook bij acclamatie gekozen, dat weet u toch? Tot voorzitter van de VAP. Dat zegt u. Nee, dat is zo. Hij is bij acclamatie gekozen. Handje klap. Maar ik ga toch niet de VEF vergelijken met de politieke partijen van VAP, meneer. Nee, maar de procedures daarvoor, zeg maar,
vanuit de achter de gordijnen hebben plaatsgevonden. Ja, dat spreekt boekdelen over hoe die handje klapt. Meneer Katarang, weet u wat uw eigen woorden inhouden achter de gordijnen? Dat heeft zich absoluut niet plaatsgevonden bij de VERS. Wij hebben een convocatie uitgestuurd naar alle leden van de vereniging toe met de agenda van de vergadering. En daarbij is ook aangegeven dat de bestuursverkiezingen zullen worden gehouden. Als de leden beschikbaar zijn voor een bestuursfunctie, zij zijn daar vrij toe. Die oproep is gedaan. Ja. Dus u kunt niet aangeven dat dingen achter gordijnen hebben plaatsgevonden. 1, 2. Alle leden hadden de mogelijkheid, als de leden ervoor kiezen, u kunt leden niet dwingen om zich kandidaat te stellen. Als leden ervoor verkiezen om zich niet kandidaat te stellen, dan is dat eenmaal zo. Duidelijk. Maar dat torent niet af aan het democratisch gehalte van de vereniging. Oké. Nou ja, het was mijn bedoeling om u te triggeren, hè, want u moet uw zaak verdedigen, vind ik. We moeten niet alles voor lief nemen, want u moet door kritische zijn en ook in staat zijn kritiek te verdedigen. Maak je transparant, hè, de processen. Nee, het mooie ervan is, als u kijkt naar onze inzicht nummer 41, dat is de editie die uitgekomen is begin augustus. Ja. Begin juli volgens mij. Dan kunt u ook zien, begin augustus, dat is het nummer. En dan kunt u zien de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Die hebben wij ook afgedrukt in onze maandblad. Dan kunt u dat allemaal goed nalezen. Nee, dat heb ik gezien, maar dat is voor mij nog geen overtuigend bewijs dat het allemaal democratisch is verlopen, weet u. De VHP had ook maanden van tevoren uitnodiging gestuurd. En die had allerlei structuurbijeenkomsten georganiseerd om die verkiezing te doen plaatsvinden. Even meneer Katram, ik wil niet met u in debat gaan, maar volgens mij een aantal jaren terug had de VHP toch wel meer dan één lijst. Of is dat niet zo? Een aantal jaren geleden, dan heeft hij het over prehistorie. Volgens mij is meneer Sartokje gekozen toen natuurlijk. Ik weet het niet, maar ik denk dat u het maar toen had, toen had je de vernieuwingsbeweging, weet je nog, van Aziz Gardien en meneer Deo Sherman. Toen hebben ze Ramsar het leven moeilijk gemaakt. En toen had je meer dan één lijst. Anders was er ook maar één lijst geweest. En dat waren maar twee lijsten. Niet meer dan twee. Maar goed, het is goed dat u dat even goed voor de luisteraars. Voor de mensen uitwerkt. Hè, dat het bij u toch wel transparant en volgens democratische principes heeft plaatsgevonden. Meneer Dibi Persaat is hernieuwd benoemd. Gekozen tot lid. Bij acclamatie. Dat wil zeggen dat alle die aanwezig waren, hebben ingestemd met zijn benoeming. Hoeveel mensen waren er aanwezig? Hoeveel leden? Er waren een aantal leden aanwezig. Ik weet niet uit het hoeveel leden op dat moment aanwezig waren. Maar het was een goed bezochte ALV. Dat meent u nu. U weet niet hoeveel leden aanwezig waren? Nee, ik weet dat wel. Maar ik bedoel, op dit moment vind ik het niet om daar in de diepte in te gaan. Maar mijn volgende vraag is, hoeveel leden heeft die vereniging? We hebben iets van 202 leden. Oké, wat zegt de statuten om een ALV te kunnen houden? We moeten gewoon elk jaar een ALV houden. Meneer Kataran, kijkt u. Ik kan de statuten nalezen op de website. Ik kan ze ook voor u mailen. Op dit moment stelt u me vragen die ik zo niet 1, 2, 3 uit het hoofd weet. Ik bedoel, het is namelijk zo dat we elk jaar een ALV moeten uitschrijven. Daarbij horen ook bestuursverkiezingen thuis. Leden hebben ook het recht om een ALV aan te vragen. Ja. Maar als u mij vraagt hoeveel leden op dit moment, dan kan ik het niet. Nee. Dan kan ik u geen pachtklaar antwoord geven. Nee, maar het punt wat ik wil maken, Swami, u raakt daardoor op tilt. Dat vind ik jammer. Maar het gaat bij mij om toch wel toetsen van mate van zorgvuldigheid. En ik vraag deze vraag stel ik niet zomaar aan een lid, maar aan de secretaris van de VES. En de secretaris is de man die oproept, procedures uiteindelijk volgens de statuten in werking stelt om een ALV te houden en in die ALV agendapunten af te werken, zoals bijvoorbeeld het verkiezen van een nieuw bestuur. Dat gebeurt allemaal conform de statuten. En u zou toch op zijn minst het scherp moeten hebben, want de statuten schrijven daarop voor, van wanneer u een ALV houdt en bij welk aantal leden. En dus u zou als toch wel secretaris scherp moeten hebben hoeveel mensen uiteindelijk van die 200 er op die vergadering waren. Het gaat bij mij om de rechtsgeldigheid van het besluit.
meneer Kateran, kijkt u. Ik weet ook niet waarom het doel is om met deze vragen te komen. Kijkt u, we hebben voorafgaand aan deze uitzending hebben wij een voorbespreking gehad, waarbij een aantal onderwerpen zijn aangestipt. Als u mij, als u mij van tevoren aangeeft dat u in de diepte over de statuten enzovoort zou willen praten, had ik mij ook daarop beter kunnen voorbereiden. Ik ken de artikelen van de statuten wel in hoofdlijnen, ja, maar in details ken ik ze niet. En als u mij hier op dit moment probeert te challengen, vind ik dat wel een beetje onfair. Nou, nee, ik heb dit punt. U mij even uitspreken. U schuift het in mijn schoenen. Dit punt heb ik niet op de agenda gezet. U hebt dit punt op de agenda gezet. Ik heb je aangegeven van, kijk, er is een nieuw bestuur aangetreden, ja, als de ANC. En daar zou ik wel wat het een en ander over willen zeggen, over dat er een nieuw bestuur is aangetreden. Maar als we nu gaan moeten praten van, statuten over bijeenroepen van LV, bla bla bla, de volgende keer kan ik in de diepte daarover ingaan. Ik ken de hoofdlijnen van de statuten, maar u kunt niet van mij uitgaan dat ik precies in detail alles weet. En dan kun je zeggen, ja, u bent secretaris van de vereniging en u hoort het te weten. Tuurlijk, in hoofdlijnen hoort u het te weten, maar het is niet een versie die ik elke dag opzeg, toch? Nee, maar u heeft de ALV georganiseerd. En u heeft een verkiezing gehouden. En dat is pas 17 augustus geweest. Hoeveel? Als u mij vraagt wat ik 4 jaar terug heb gedaan, als het gaat om een majeure beslissing, dan kan ik u vertellen hoe ik die procedure heb uitgetekend. Omdat het belangrijk is, weet u, het is niet zo dat ik u probeer moeilijk te maken, maar het gaat bij mij om de zorgvuldigheid. En ik zie dat... Nee, alles is zorgvuldig gebeurd. Ja, maar ik merk er niks van. Oké, hoe komt u daarbij? Nou ja, in Den Haag uw vingers te tellen en steeds af te vragen dat alles in Suriname onzorgvuldig gebeurt? Dat is een hoge mate van arrogantie van u, hoor. Nee, dit is een toetsmoment. En dit is een van de momenten waarop blijkt dat veel zaken niet zorgvuldig plaatsvinden. En achteraf proberen we dan... zorgvuldig plaatsvinden. Ja, dat zegt hoe u. Komt u daarbij? Omdat ik op een vraag van u geen antwoord op wil geven. Ja, nee, u kunt dat. Meneer Kateram, houdt u op, mannen. Nee, u kunt mij geen antwoord geven, want u weet niet hoeveel mensen ik wil u geen antwoord geven daarop. Waarom? Omdat ik dat gewoon echt niet wil. Ja, nee, moet ik je daarin... Moet u dat kunnen respecteren? Ja, nee, dat kan ik niet respecteren. Nee, weet u, ik bedoel, wij voeren een gesprek. En dan moet het gesprek inhoudelijk stevig zijn. En we gaan niet even, zeg maar, sociaal wenselijk ons opstellen en een mooi theekransje hierop. Meneer Kateram, voorafgaand aan de ALV worden de notulen van de vorige ALV gestuurd naar de leden. Klopt. De notulen moeten nog worden opgemaakt. De notulen zijn voor de volgende ALV nog niet gestuurd naar de leden. Dan lijkt het mij toch niet correct dat ik nu publiekelijk een aantal dingen kenbaar maak. Ik moet toch respect hebben voor mijn leden op zijn minst. Dus als u mij dingen vraagt die betrekking hebben op de ALV zelf, dingen die besproken zijn op de ALV, dingen hoeveel mensen aanwezig waren, dan vind ik dat ik als secretaris van de vereniging mijn leden eerst daarvan op de hoogte moet stellen. Want niet alle leden waren aanwezig. Juist, maar u had... En in de notulen die verstrekt zullen worden aan de leden voor de volgende ALV, zullen zij dit allemaal kunnen nalezen. Dan kan ik niet publiekelijk dat, omdat u die vraag stelt, dat niet kenbaar gaan maken. Heeft u daarvoor respect of heeft u daarvoor geen respect? Meneer Gidhari, ik heb voor alles respect. Maar even, ja. maar even hoor. Kijk, het is geen geheim, hè? En u overtreedt geen regels als u nu zou zeggen dat van de 200 leden 150 er waren. Daarmee overtreedt u geen enkel spelregel, dan wel afspraak, dan wel pleegt u inbreuk op vertrouwen, hè? U geeft de feiten gewoon weer. Waarom ik die vraag stel... want u terecht, hè, maakt u duidelijk dat u een nieuw bestuur gekozen hebt. En dat de heer Dibi Persaat hernieuwd bij acclamatie tot de nieuwe voorzitter van de VHP, niet de VHP, maar van de VES, is benoemd. En morgen staat een van uw leden, die een beetje de P heeft, en zegt, leuk Gidhari, maar u had geen quorum of u heeft wel een bestuur gekozen, maar u voldoet niet aan de vereisten van de statuut. Dan hebt u een probleem. Dus het is niet zo dat ik lelijk naar u wil doen, maar het gaat bij mij... Het gaat bij mij voornamelijk om... Kijk, ik doe deze gesprekken om Suriname verder te helpen, de mensen wat kritischer te maken. Hè? Dat wanneer ze bepaalde handelingen plegen, dat ze niet over lichtzinnig daarmee omgaan, maar dat ze...
toch wel zich kwijten door bestaande regels die er ter zake zijn, zodat achteraf zaken niet gecorrigeerd hoeven te worden. De statuten van staatsolie hadden natuurlijk niet gecorrigeerd hoeven te worden, als de president zich niet bemoeid had met die statuten bijvoorbeeld, toch? En als hij in wet en regelgeving was gedoken, dan had hij geweten dat hij zomaar die statuten niet mag veranderen en zijn vrouw niet zomaar als commissaris mag benoemen. En zo kan ik een paar zaken noemen. Maar goed, we laten dit punt voor wat het is, meneer Guidard. Ik vond het wel een goede opstapje hè, voor dit gesprek. We gaan naar het eerste punt dat we met elkaar gaan bespreken. Ik las trouwens dat de centrale bank toch wel in een artikel naar buiten heeft gebracht dat de economische groei voor 2023 geramd is op ik dacht 2,3%. Dat betekent dat het met de economie van het land goed gaat. Ja, 2,3% wordt voorspeld. Hè. De centrale bank geeft een positieve outlook. Economisch groei voorspeld van 2,3%. Nou ja, ik neem aan dat u daar het fijne van weet. Hè. Iedereen weet dat het land het moeilijk heeft. Economisch, nou ja, u heeft zelf in uw artikel geschreven dat de inflatie de boosdoener is van toenemende armoede. Als er economische groei is, komt er genoeg inkomsten binnen. Er wordt genoeg geproduceerd. Waar loopt het in dit verhaal mis, meneer Guidard? Ja, u verwijst naar een artikel van de centrale bank. Volgens mij had IMF ook de onderschatting gemaakt dat de reële groei zo rond de 2,3% zou zijn. Ja. Waar loopt het allemaal mis? Ik denk dat het allemaal misloopt op een stuk van leiderschap in Suriname. We hebben te maken met een zwak leiderschap. Leiderschap die heel veel beloftes doet en dat niet nakomt. En leiderschap die niet dienend is en ook geen voorbeeld geeft aan de samenleving. Gaat u maar dan gewoon al de problemen in Suriname op dit moment. En niet alleen maar de financiële-economische problemen. We hebben bijna op elk vlak op dit moment in Suriname een probleem. Het lijkt alsof elke week er weer een onoplosbaar probleem bij komt. En dit is allemaal gewoon te maken met gewoon het zwak leiderschap. Het vertrouwen van leiders naar de samenleving toe. Het praten met meer dan één mond door de leiders. Het niet consequent toepassen van regels, geven en naleving van regels. Ik denk dat het grootste probleem is in Suriname. En handelingen doen anders dan wat men zegt en wat men beloofd heeft. Dat is het hoofdprobleem wat wij op dit moment ervaren in Suriname. Ja, en dan kun je de rest gewoon even achterwege laten. Want ik denk dat we als samenleving, de leiders, gewoon echt moeten gaan werken aan beter, aan goed leiderschap. We hebben integere leiders nodig. Ja, maar goed, meneer Santokki heeft een andere mening toegedaan. Hè. Ik heb een interview van hem beluisterd waarin hij uitlegt hoe het komt dat de koers op dit moment niet door de regering in toom gehouden kan worden. En hij zegt anomie, de vingerwijzing is verkeerd. Maar het is de centrale bank die vooral die rol heeft om te zorgen dat de inflatie in toom gehouden wordt. En dat de koers uiteindelijk toch wel stabiel blijft en dat die naar beneden gedrukt kan worden. Wat heeft dat met leiderschap dan te maken? Nee, kijkt u, en ik heb het niet alleen maar over leiderschap. Misschien denkt u bij leiderschap alleen maar aan de president. Maar dat is niet zo. De president geeft wel leiding aan zijn regeerteam, aan het land. Maar met leiderschap bedoel ik de leidinggevende bijna op elke positie in het land. Ook bij instituten. En daar is de centrale bank ook een van. Ik bedoel, als mensen klagen over een bepaald beleid uitgaande van de centrale bank en men niet ernaar kijkt en men gewoon doorgaat met hetgeen wat men denkt dat goed is en die armoede die alleen maar toeneemt, dan is daar ook een stukje verantwoordelijkheid voor. En als de president vindt dat in dit geval de centrale bank buiten de pas loopt, dan moet hij maatregelen treffen. Dus het zwak leiderschap is niet alleen maar betrekking op de regering, maar gewoon over de hele linie in het land, hoor. Ja. Hij stipte aan hè, dat Suriname in een wurggreep is geraakt, omdat in het kader van money laundering en NRA en dat soort zaken giraalgeld moeilijk te realiseren was. Dus baargeld normaal getransporteerd werd naar Europa, naar China of naar Amerika. En dat nu al 4 jaar dat niet het geval is.
Het geval is dat wel voldoende verdiend wordt in het land, maar dat het land, dat het geld, hè, qua euro's en US dollars, bij de banken blijft liggen en niet en dan in bargeld, hè, en dat men dat geld niet om kan zetten in giraal geld. Bent u het met hem eens? Kijk, ik weet niet wat hij precies gezegd heeft, hoor. Ik kan ook niet aan toe om naar alles te luisteren. Nee, maar even, u bent econoom. Nee, maar even. Ja? Oké, maar wat heeft hij uiteindelijk gedaan om dat vraagstuk op te lossen? Wat heeft hij uiteindelijk gedaan om een oplossing te geraken hierin? En ik denk dat als je kijkt naar de handelingen de afgelopen 2-3 jaren, dat er binnen bitter weinig daaromtrent gedaan is. Ik bedoel, de president is meerdere keren naar Nederland gegaan. Komt steeds terug met succesvolle gesprekken die gevoerd hebben. Maar wat heeft hij dan uiteindelijk bereikt? Is hij niet in staat geweest om met Nederland te kijken wat de mogelijkheden zijn om even over de geldzendingen, om daarin een oplossing te brengen? Dus wat heeft hij tot nu toe daar gedaan? En dan is het gewoon bitter weinig. Ja, maar wat... heeft deze zaak van afschuiven, dat brengt geen oplossing. Hij is daar om oplossingen te brengen in de vraagstukken. En misschien een aantal vraagstukken kon hij niet voorzien voordat hij aantrad. Maar daar is hij juist voor gekozen om juist oplossingen te brengen voor de diverse vraagstukken. Ja, wat had hij moeten doen? Ik bedoel, Nederland is juist het probleem, hè? Die heeft op de rem getrapt nadat bleek geld inderdaad op Schiphol getransporteerd te worden. Er waren vraagtekens bij dat geld. Ik dacht dat het ging om iets van 19 miljoen euro. En vanaf dat. Maar het heeft niet alleen maar met Nederland te maken, ook met andere landen. Wat bedoel, kennelijk is er een probleem over vertrouwen, hè? Toch wel met betrekking tot afkomst en de mate waarin dat geld clean money is. Wat heeft Santoki in die 4 jaar nagelaten om op dat punt Suriname er beter voor te laten staan? Kijk, meestal als het gaat om dit soort vraagstukken en Nederland kan om de hoek kijken, krijg ik ook wel een gevoel erbij, hoor. Omdat Nederland vaak beweert te zeggen dat ze een goede vriend van Suriname is, maar een puntje bij het paaltje komt, dan blijkt dat Nederland niet echt die goede vriend is van Suriname. Die zendingen die waren onderschept, ja. En in beslag waren genomen. Daarover zijn er rechtszaken geweest en Suriname bleek de rechtszaken gewonnen te hebben. Nederland is in hoge beroep gegaan. Volgens mij hebben ze daar weer de zaak verloren en die ligt de zaak bij de Hoge Raad. Dat klopt, hè? Dat klopt. Dus als Nederland... Even één correctie, niet dat ze gewonnen hadden. Ja. Procedureel zijn een aantal zaken niet... gebeurd zoals ze had moeten gebeuren. En daarom heeft dus de rechter in tweede instantie de zaak teruggegeven. He, dus niet Suriname krijgt gelijk, maar de zaak moet hernieuwd bekeken worden, denk ik. Dat is het punt. Nou, volgens mij, als ik een van de advocaten heb begrepen, ja, dan zal de zaak eigenlijk weer afgehandeld als Nederland niet te hoge beroep was gegaan, toch? Dan moet het geld gewoon teruggegeven worden. Ja, maar okay, daarom is Nederland in hoger beroep gegaan. Ja, maar dan moet je de vraag stellen. Ook kritisch zijn aan Nederland toe, aan meneer Kataram. Niet alleen maar de kritische persoon proberen uit te hangen naar Suriname toe, maar ook kritisch zijn aan Nederland. In hoeverre is Nederland dan die vriend van Suriname? Nee, die vraag mogen we ons ook stellen. Ja, maar de vraag is dat een terechte vraag is of Nederland een goede vriend moet zijn van Suriname. Als Bouterse druk, delict heeft uitgevoerd. Dan is het wet en regelgeving die bepaalt dat hij dat niet mag en wordt die gevonnis, punt. Maar wat ik wel vind, je spreekt wel van de hak op de tak. Het gaat om wet en regelgeving. Die wet en regelgeving geldt voor iedereen. En dan kijken we niet of iemand een vriend is of niet een vriend is. Maar dan wordt het heel willekeurig. Nee, even. Ja? Ik vind wel dat u van de hak op de tak springt. Want vaak hoor ik vanuit de andere kant van de Noordzee de vinger wijzen naar Suriname toe over drugsland. En dat is waar, ja. Er vinden drugstransporten plaats vanuit Suriname naar Nederland. Wij vinden dat onvoldoende de zaken onderzocht worden en oplossingen worden gebracht in diverse vraagstukken. Maar aan de andere kant is er ook een vraagstuk in Nederland. Ik bedoel, als er een vraag is naar een bepaald goed, en de VES had een keertje ook een artikel hierover geschreven, over de waardeketen van drugs vanuit Latijns-Amerika, vanuit Zuid-Amerika richting Europa, waarin Nederland een cruciale rol vervult. Ik bedoel, als er een vraag is naar een bepaald goed, zal het aanbod er zijn. En dan praat ik niet goed de drugstransporten
transporten vanuit Suriname. Dat is absoluut te verwerpen. Wij moeten al de zaken uitzoeken. Maar laat Nederland het ook aan die kant aanpakken. Hè. Nou ja, de ABN AMRO, hoor, dit vervelend. En niet zeggen, Suriname, kijk daar. En de ogen dichtknijpen richting die land. En ik wil even teruggaan naar het artikel dat de VES een paar maanden volgens mij terug had geschreven over de waardeketen in de, van de cocaïnehandel. En dan meneer Kataram, dan kunt u ook kijken, als u kijkt naar de prijsontwikkelingen, dan weet u waar het meeste geld verdiend wordt als het gaat om de internationale drugshandel. Het meeste geld wordt gewoon verdiend aan de andere kant van de Noordzee, hoor. Ja, maar dat is nu niet aan de orde, meneer Guidari. Nee, niet aan de orde, niet, omdat nee, u van nee. de hak op nee, de dag spreekt nee, en opeens nee. kwam u hier mee. Dus dat wilde ik wel even gesteld hebben. En toch te komen naar het vraagstuk van de geldzending. Ja. Als Nederland vindt, en Nederland heeft deze regering ondersteund, vind dat ze een goede vriend is van het Surinaams volk. Dat vindt Nederland. Dan moeten zij ook kijken hoe zij aan een aantal aspecten daarin ondersteuning in kunnen bieden. En zorg dragen dat er een oplossing komt in het vraagstuk van de geldzendingen. In het vraagstuk van de geldzending. Als de Surinaamse regering dat aan de orde stelt, dan moet Nederland. Niet moet, nee, dat hoeft niet. Maar ik bedoel, als je zegt dat je een vriend bent van Suriname, ook kijken wat de mogelijkheden daartoe zijn. Ja. Nee, nogmaals, ik denk dat Nederland heel ruim... Op plaats die zich in de schoenen om Nederland nomen te verdedigen, niet toch? Nee, dat gaat nu niet om. Ik denk dat u dat in een bepaalde hoek brengt van verdedigen. Het gaat bij mij om dat, ik bedoel, wet en regelgeving gelden hier voor allen. Hè? En het is niet op naam en gezichten, maar als je niet houdt aan wet en regelgeving... Dat zul je daarvoor opgepakt en vervolgd worden. U weet dat banken in Nederland, ING, ABN AMRO, voor vele honderd miljoenen aan euro's beboet zijn vanwege het zich schuldig maken aan witwaspraktijken. En dus op dat punt is men heel stringent en de rechtelijke macht. De trias politica functioneert hier goed. Het openbaar minister heeft een eigen rol en de rechtelijke macht heeft een eigen rol. En in dat verband, als er vuiltje aan de lucht is, zal de boosdoener opgepakt en vervolgd worden. Het gaat bij mij hierom, dit is min of meer, lees, omdat in de wereld men probeert zoveel mogelijk toch wel allerlei criminele activiteiten de kop in te drukken. En dat doe je door ze dus ook als het gaat om geldtransport over en weer, hè, om die weg af te sluiten, zodat men dus uiteindelijk niet makkelijk aan fondsen kan komen. Dat is niet een zaak van Nederland en Suriname alleen, dat is een internationale kwestie. Amerika zit er bovenop, de Europese Unie zit er bovenop en Nederland is een deel van de Europese Unie en wordt daarin ook toch wel gevolgd door de Europese Unie. Mijn vraag aan u is, en dat is, het gaat om toch wel de rol van de regering. Wat had de regering 4 jaar lang moeten doen, tenminste afgelopen jaren, gedaan moeten hebben om toch wel de blokkade van transport van geld, want dat is het probleem. Als ik Santoki goed begrijp en beluisterd heb, het transporteren van geld naar banken, ik dacht naar China ging het in eerste instantie, via Nederland, om het van bargeld om te zetten in giraalgeld, waardoor de centrale bank ter beschikking kwam van giraalgeld en daarmee allerlei diensten kon verlenen naar de importeurs en de exporteurs toe. Wat heeft Santoki en zijn regering op dat punt nagelaten? Ik denk dat u dat, mannetje, dat zo moeten vragen. Wat wel een feit is, is dat de vorige governor was gekomen met een deal met de Fedbank, waarbij het mogelijk was om die handeling te plegen. En ik denk dat deze regering ook moest uitkijken naar mogelijkheden. Nu, om voor nu iets op te noemen, dat zou ik niet kunnen. Maar ik denk dat men wel moest kijken naar andere mogelijkheden. Ja. De vorige regering was er ook een deal met China min of meer beklonken. Ja. Dus men moest gewoon kijken naar wat zijn de mogelijkheden, wat kan men doen om daarin een oplossing te brengen. Om alleen te constateren dat het niet mogelijk is en je bent de regering, is onvoldoende. Je moet wel komen met oplossingen. Ja. Daarvoor ben je daar. Ja. En om de vraag aan mij te stellen, wat zal die regering moeten doen? Op dit moment heb ik geen antwoord daarop, concreet op die vraag. Maar ik denk wel aan de regering, wel die mogelijkheden heeft om te kijken met bevriende naties, wat allemaal de mogelijkheden waren. We weten bijvoorbeeld dat
volgens mij in tijd de regering Weidenbos, dat is was in de periode 96-2000, dat er ook zo'n vraagstuk manifesteerde. Toen was men gewoon met het vliegtuig met cashgeld naar bijvoorbeeld Guyana geweest en hij had met dat behandelingen gepleegd. Dat was toen mogelijk, dat is nu in deze tijd niet meer mogelijk. Maar ja, de creativiteit van de autoriteiten moet zorg dragen dat men komt met oplossingen hiervoor. Ja, ja, ja. Ik las trouwens laatst... U bent breed georiënteerd. Heeft u misschien een advies aan de regering? Nee, ik ben geen econoom. U bent de secretaris van de VES en u bent de man die op dat veld in Suriname actief is. Hè? Dus ik stel de vragen. En wij willen vanuit nee, maar ik denk wel dat een centrale bank wel het netwerk heeft internationaal. Ja. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn om daarin tot de oplossing te komen. Ja. Het is bewezen dat onder de vorige governor er een oplossing was gekomen voor dit vraagstuk. Dus er zijn mogelijkheden en daarop moet men dan bestuderen en kijken wat de mogelijkheden en alternatieven zijn. Ja. Nou ja, ik heb laatst zorgelijke signalen ontvangen, ook vanuit de zijde van het parlement, dat als de tsunami niet opschiet met het in place brengen van bepaalde wetten en regels, dat men geblacklist zou worden. Bent u daarvan op de hoogte? Ja, we hebben dat ook vernomen. Ja. Er waren wat activiteiten. Ja. En daar is aangegeven, als Suriname volgens mij niet binnen een bepaalde periode een aantal maatregelen heeft getroffen, dat er Suriname op de negatieve lijst geplaatst wordt. Maar aan de andere kant hoor je weer de minister van Justitie aangeven dat wij een aantal van de maatregelen moeten doorvoeren. En daarom hebben bedrijfslevenorganisaties aan de DNA-voorzitter gevraagd om het reces eventueel in te korten, CQ achterwege te laten, om die wetten te behandelen in DNA en de wetten aan te nemen, zodat Suriname niet op de negatieve lijst geplaatst wordt. Maar dat is zeer zorgelijk, want als dat mocht plaatsvinden, betekent dat het internationaal betalingsverkeer met Suriname in een zeer moeilijke positie komt te verkeren, waarbij wij geen transacties kunnen doen met het buitenland. Ja, en die wetten en regels, die worden natuurlijk gemaakt in het parlement, maar de regie daarvan ligt toch bij de regering. Die zou op dat punt initiatieven moeten nemen en blijkt dus dat op dat punt toch wel een enorm achterstand is. Ik kijk ook uit de media, of hebben ook wat vernomen, dat er ook een bespreking was met de diverse belangrijke actoren hieromtrent. We gaan ervan uit dat de regering verantwoordelijk genoeg is om het niet zo ver te laten komen. Omdat dan het land totaal op slot gaat. En we hebben wel goede hoop dat het wel hiermee wel goed komt op het laatste moment, hoor. Ja, ja. Nou ja, de vraag wat er zou moeten gebeuren. Maar ik kan eens met u zijn dat het een mistje nalatigheid is. Ik bedoel, je weet van tevoren dat je een aantal acties moet uitzetten, dat je een aantal targets moet halen. Werk dat uit in een goede werkplan en realiseer je doelen en schuif niet alles vooruit als een bulldozer waarbij je op het laatste moment krakkelmiggig te werk gaat. Dat klopt, ja. Maar ja, dat is vaak wel de stijl van de regeerders in Suriname. Ja, maar is het dan ook ver van de president dat hij dan uiteindelijk die verantwoordelijkheid doorschuift naar de governor, de centrale bank van Suriname? Dat die daar een regierol hebben, terwijl politiek daar... Ik denk dat de governor een belangrijke rol hierin heeft, maar het klopt, ja, wetten die moeten worden voorbereid door de regering en worden ingediend bij de Nationale Assemblee. De Nationale Assemblee heeft daar ook een verantwoordelijkheid bij. Men kan ook met initiatiefvoorstellen komen. Dus ja, binnen ons staatsbestel hebben al deze autoriteiten en actoren een belangrijke verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat er overleg is met de diverse actoren en dat men de acties heeft uitgezet, omdat het gewoon kort dag is en het moet niet gebeuren. Ja, ja. Oké, meneer Gidhari, dit punt wil ik laten voor wat het is. U maakt zich zorgen, hè? Terecht in een artikel over de mate waarin die inflatie toch wel nog altijd hoogtij viert in Suriname. Ik heb van uw vereniging genoot, meneer Ramutar Singh, ook in een interview horen zeggen dat de gemiddelde inflatie nu op dit moment staat op 400%. Dus als we dat allemaal bij elkaar de afgelopen jaren optellen, delen, vermenigvuldigen. Ik neem aan dat u het beter weet hoe dat gaat.
dan zou het betekenen dat de tsunamers, als het gaat om inflatoren, doorwerking op hun economische positie, dat ze met 400% in koopkracht achteruit zijn gegaan. Wat betekent dat concreet in het dagelijks leven? U zegt, door die inflatie neemt de verarming toe. En ik heb u gezegd, ik las een artikel van een internationale organisatie en die voorspelt dat als het zo doorgaat tegen het einde van het jaar, om en bij 80% van de Surinaamse gemeenschap leeft rondom de armoedegrens. Is dat ook de zorgen die u heeft? Ik denk dat het de zorgen zijn die elke Surinamer heeft op dit moment, hoor. Ik bedoel, als u gewoon kijkt naar de prijsontwikkeling, dan zien we dat de prijzen van goederen en diensten alsmaar stijgen en de salarissen niet met dat niveau meegaan. Dat betekent gewoon de waardedaling van onze SRD, die zorgt uiteindelijk gewoon voor een toename van de armoede. Dat is gewoon een feit, dat merken we elke dag. De ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, is vorige week uitgekomen met de inflatiecijfers juni 2022, juli 2023. En die zien er niet mooi uit. Die zijn zo afgerond 57%. Terwijl het IMF een voorspelling had gedaan van zo rond de 31%. En de centrale bank had volgens mij een paar weken terug aangekondigd dat de inflatie zo tussen de 40-50% zou zijn. We zijn de zijde van de ABS, die zijn zelf daarboven. Ja. En dat is zeer zorgelijk, omdat de armoede alleen maar zal toenemen. Hetgeen wat u gesteld hebt van zo rond de 400%, dat is de gecumuleerde inflatie van de afgelopen drie jaren, 2020, 2021, 2022. Als je die allemaal bijeenneemt, dan is het zo rond de afgerond 400%, 399 punt zoveel procent, 400%. Maar als wij de cijfers van het ABS van het afgelopen jaar, dus juli 2022, juli 2023, in oogenschouw nemen, en dat zouden meenemen in het geheel van de afgelopen vier jaren, dan is de gecumuleerde inflatie meer dan 600%. Dat betekent dat de Surinamer enorm achteruit gegaan is, heel veel heeft moeten inleveren, omdat de looncorrectie niet op dit niveau is. Ja. Als we kijken naar de inflatie van het jaar 2022, van het afgelopen jaar, die lag rond de 55%. De salariscorrectie, die was veel lager dan 55%. Dat betekent dat men veel minder kon kopen met hun salaris. En dat betekent direct toename van de armoede. Dat is zeer schrikbarend, zeer ernstig. En de regering weet geen raad hoe ze hierin een oplossing moet brengen. En steeds wel de verkeerde beslissingen neemt. Ja, u heeft dit in uw artikel voor 622%, hè? Dat geaccumuleerde inflatie, over vier jaar genomen. Als we het hebben over een tsunamer, die gemiddelde tsunamer die 6000 SRD per maand verdient, wat is zijn koopkracht met deze inflatie? Dus kijk u, hij is gewoon, ik bedoel, wat hij vier jaren terug kon kopen met zijn salaris was veel meer als je kijkt naar de goederenbundel dan wat hij nu kan kopen. En hij is ongeveer viermaal arm geworden. Ja. Gewoon rechtlijnig gezien, hoor. Want de aantal prijzen die stegen veel meer dan de percentage dat genoemd wordt. Ik bedoel, ik denk dat u bij u ook bekend is over de prijzen van de maatregelen die de regering werd door te voeren met betrekking tot verhoging van de BTW, de aanpassing van benzineprijs, gasprijzen en ook de gasbonprijs. En daar wil ik wel een opmerking over maken, hoor. Het is niet zo dat je tegen elke verhoging kan zijn, omdat een aantal zaken moeten wel realistisch zijn. Ik bedoel, en dan wil ik het wel even hebben over de gasbom. De afmeting van de gasbom die gebruikt wordt door huishouden is de 28 lips. Ja. En de 28 lips die kost nu voor mij 48,50 per fles. In deze super, juist. Ja. Die gaat per 1 september naar 150 SRD. Klopt. Ik gebruik huishouden met met vier mensen, die gebruikt zo'n gascilinder 3-4 maanden. Daarvoor betaal je die 48,50.
Dat gaat nu naar 150 SD per in september. Terwijl de werkelijke prijs, wat ik vernomen heb uit de media, ligt rond de 510 SD per fles. Van 28 lips. De vraag die wij ook moeten stellen is van, kijk, de overheid kan niet doorgaan met het subsidiëren van die gascilinders, van die gasbommen. Dat begrepen we allemaal. En 48,50 SRD voor een gascilinder die je 3-4 maanden gebruikt, als dat omhoog gaat, dan denk ik dat de burger wel in staat moet zijn om dat te betalen. Maar als de regering nu besluit om die gascilinder te brengen van 48,50 naar 150, stel dat voor ieder. De persoon met een goed inkomen betaalt die 150 SRD en de mensen die echt aan de onderkant van de ladder zitten, die gaan ook die 150 moeten betalen. En wij van de verswinning, nee, dat stellen wij niet voor. Ja, geef de mensen die aan de onderkant van de ladder zijn ondersteuning, zodat zij die gasfles kunnen kopen van 150 SRD. Toch? Ja. En laat die persoon die het wel kan betalen, gewoon de werkelijke prijs betalen. Ja. Want als jij bijvoorbeeld 3-4 maanden een gasfles gebruikt die 100, die 510 gekost heeft, toch, is het betaal je 150 SRD per maand. Is ongeveer 5 SRD per dag. Mm-hmm. Er zijn Surinamers die dat wel kunnen betalen. En die Surinamers die het wel kunnen betalen, laat die het wel betalen en gebruik het geld om juist de mensen die het nodig hebben, die te ondersteunen. Dus jouw subsidiebeleid moet je juist gaan afstemmen op de diverse inkomensgroepen, op de diverse sociale klassen in de samenleving. In oudergezinnen met laag inkomen, gepensioneerden met laag inkomen, AOV, mensen die alleen maar AOV hebben. Identificeer die groepen. En wij van de VES hebben al voor de verkiezingen aan de toen coalitieleiders hadden wij aangeven van identificeer al die groepen, heb uw databases en dan kunt u precies die mensen ondersteunen die het daadwerkelijk nodig hebben. Maar het aanpassen van een prijs alleen is niet de juiste wijze, omdat je nog steeds mensen met een hoog inkomen subsidieert en dat is niet de bedoeling van onze schaarse middelen. Ja, maar dat vraagt een uitvoerings organisatie. En kennelijk is deze regering niet bij machten om allerlei maatregelen, instrumenten, zodanig op maat te organiseren dat inderdaad, zoals u zegt, hè, het gedifferentieerd is. En dat het dus op basis van inkomen dan bepaalde voorzieningen, maatregelen, dan gaan gelden. We hebben gezien bij die oliekarta is ook toch wel blijven liggen. En zo zijn er nog een aantal andere maatregelen die door deze regering zijn aangekondigd. Maar die zijn tot en met nu toe niet echt van de grond gekomen. Dat heeft denk ik allemaal te maken met het feit dat die regering, niet de overheid, niet bij machten is om een toch wel ordentelijke organisatie op te zetten om dit allemaal te kunnen doen. Waardoor het makkelijk is, denk ik, om één lumsum bedrag te hanteren en dat toe te passen op alle burgers. Denkt u niet dat men voor het gemak dit zo doet? Dus kijkt u. Het resultaat is dat men het wel zo doet. Ja. Feit is wel dat een regering wel in staat moet zijn om de diverse groepen te identificeren. Daarvoor zijn de diverse overheidsdiensten en ook je hebt ook je RL-leden, je hebt ook je DL-leden, zet ze allemaal in en identificeer de mensen. Dat moet toch op zich niet moeilijk zijn. Wil je daadwerkelijk echt goed sociaal beleid voeren, dan is dat wel noodzakelijk. Blijkbaar is de regering niet gefocust. De regering is niet gefocust om het armoedevraagstuk op te lossen. De regering is niet gefocust om de noden van de samenleving op te lossen. Want als de regering daarop gefocust was, zouden ze het wel doen. Wanneer er opeens een staking komt, wanneer er opeens protesten komen, dan ziet u dat de regering opeens wel nadenkt om de achterzaken op te lossen. Maar komt men weer tot het oude patroon. Dus dat heeft volgens mij ook te maken met focus van de mensen. Ik hoor de minister van Financiën zeggen, de Surinamers moeten nu maar conform gaan betalen. Dus de prijs zoals die op de markt gelden. En dat door de bank voor iedereen. Is dat niet een beetje gemakzuchtig van de minister om dat zo te stellen?
Absoluut. Als de minister dat zo gesteld heeft, Ik heb hem in het parlement horen zeggen. Nee, dan is dat wel kort door de bocht. Je bent minister om de noden van die samenleving op te lossen. Je bent minister om ervoor zorg te dragen dat het leven van de burger verbetert. Daarvoor ben je minister. Immers dat je ook belooft. Ja. Immers dat die regering van die minister ook belooft. Ja. En ik bedoel, en daarvoor ben je daar. Je bent niet daar om het leven van de burger zuurder te maken. En als jij beperkte middelen hebt, dat begrijpen we wel, er zijn beperkte middelen, dan moet je heel raadzaam en heel zorgvuldig omgaan met die middelen. En daarbij hoort dat jij burgers subsidieert die het nodig hebben en niet de goederen, niet de producten subsidieert. En dat weet de minister als geen ander, maar blijkbaar wil hij zich niet vermoeien om dat aan te pakken op de wijze dat een beter soelaas biedt aan het oplossen van de vraagstukken van die samenleving. Ja, de minister gaat kort door de bocht, zegt u op dat punt, door dat zo te stellen. Absoluut, ja. Absoluut. Ik bedoel, en door te stellen van, de burger moet maar de marktprijs betalen. Oké, kunnen we dat ook zeggen voor de regeerders? Laat de regeerders ook marktprijs betalen voor de diensten waarvan zij gebruik maken. Laat zij ook zelf hun benzine betalen. Ja. Laat ze ook zelf hun auto's rijden. Waarom moeten ze steeds een nieuwe auto hebben van zoveel tientallen duizenden dollars? Waarom moeten ze met brandstof gesubsidieerd door de staat rondrijden? Dus laat ze ophouden met die retoriek. Zij moeten gewoon doen wat goed is voor de samenleving. En er zijn bestuigde middelen, dan moeten we juist de mensen ondersteunen. Kijkt u, meneer Kataram, is dat belachelijk dat 2 weken terug volgens mij, of vorige week, de mensen met een beperking weer aan de bel hebben getrokken. Dat zij hun uitkering niet hebben ontvangen. Ik bedoel, dat komt zo vaak voor. Dat moet je toch wel kunnen oplossen. Moet je toch in staat zijn dat op te lossen? Met een heel ministerie van Sociale Zaken. Als dat niet in staat is om het bestaan van de mensen met een beperking correct te hebben en de mensen te voorzien van de broodnodige uitkering, dan ben je toch niet goed bezig. Ja, kennelijk is dat een grote opgave voor de overheid, want Ik heb ook gelezen dat er een kort geding is aan haar gemaakt vandaag door de minister van Volksgezondheid en de directie van het Academisch Ziekenhuis tegen de medewerkers, de zorgmedewerkers en hun bond. En die komen op voor hun belang, die vinden dat hun toelage waar zij op recht op hebben al maanden niet aan hen is uitbetaald, dat ze dat willen. En de minister zegt, ik vind het niet fair, ik heb met jullie gesproken en ik heb jullie beloofd dat het binnenkort wel wordt overgemaakt. Ja, ik bedoel, kennelijk is het een minister die ze niet meer geloven, omdat die steeds belooft, maar niet waar maakt wat die belooft. Het is continu een gedoe in dat land als het gaat om zorgvuldigheid en het goed organiseren van je administratie om je verantwoordelijkheden, toezeggingen na te komen. He, dus dan is het niet alleen maar op een goede toepassing van regelgeving met betrekking tot wat u zegt, een differentiatie maken aan wie je wel of geen subsidie geeft, of aan wie je wel of geen moneycard geeft. Maar kennelijk is het een beetje, is het luiheid? Liever moe dan lui en dat men niet de hersenen kraakt om ordentelijk een administratie op te zetten, een organisatie, om bepaalde regelingen uitvoerbaar te krijgen. Ja, u heeft het wel getypeerd aan het gedoe in het land. Dat is het wel zo. We hebben wel bijna elke week weer een gedoe in het land. En dat komt gewoon omdat beleidmakers hetgeen wat zij overeenkomen met diverse actoren, diverse stakeholders niet nakomen. En het komt terug op het punt. De mensen zijn niet gefocust. De mensen zijn niet gefocust ter oplossing van de vraagstukken. Ik bedoel, maar persoonlijk heb ik bij gezondheidszorg ook wel altijd wat twijfels hoor. Ik bedoel, als gezondheidswerkers acties voeren, komt dat altijd ten nadele van de zieke burger in Suriname. Maar aan de andere kant, ik bedoel, de mensen hebben het ook heel moeilijk. De gezondheidswerkers hebben het heel moeilijk. Je kunt het ook zien als u bijvoorbeeld zo rond 10, 11 uur gaat. Dan ziet u gewoon keihard werkende zusters die wachten op een bus daar bij het Academisch Ziekenhuis. Ik bedoel, als land moeten wij toch in staat zijn om de mensen in de gezondheidszorg, de mensen in het onderwijs, de mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land, dat ze een fatsoenlijk inkomen kunnen werven. En niet steeds dat ze moeten hoffelen en moeten bedelen voor hun inkomen, hetgeen waarop zij recht hebben. En dat
vergt wel van de autoriteiten. En dan kom ik terug op hetgeen wat ik eerder gezegd heb. Men is niet gefocust. Men is niet gefocust met de vraagstukken van het land. Men is niet gefocust om een oplossing te brengen in de diverse vraagstukken. En men creëert steeds weer een nieuw probleem. En dat zorgt wel voor dat wij steeds maar in die neergaande spiraal zijn van het ene probleem naar het andere probleem. Ja, het blijft een vraagstuk van geld, heb ik begrepen. Even toch wel een hart onder de riem van de zorgmedewerkers te steken. Ik bedoel, ik neem aan dat die mensen ook een gezin hebben en dat ze niet zomaar de straat op gaan of een actie voeren als het niet nodig is. Het zijn mensen die met een bepaalde toewijding dat beroep uitoefenen, anders doe je het niet. Maar uiteindelijk moet er ook brood op tafel komen thuis, toch? Die kinderen moeten ook met brood naar school kunnen gaan. Dus, en als keer op keer beloofd wordt dat die toelage uitgekeerd zal worden, en u weet, alle beetjes helpen, en het komt maar niet en je rekent erop, nou, je moet maar in die positie verkeren. Hè, dat je, ja. Kijk, en het leven zal niet makkelijker erop worden. Kijk, de maatregelen van de overheid, men is nu bezig met het debat in het parlement over verhoging van een aantal prijzen. De kostprijs van een aantal producten die zullen omhoog gaan. En laten we eens voor nemen, bijvoorbeeld verhoging van de BTW op brandstof. Op dit moment is de BTW op brandstof 5%. De overheid heeft de subsidie op brandstof al afgeschaft. Was het zo dat maanden terug de overheid tientallen miljoenen per week subsidieerde, brandstof subsidieerde, heeft men dat min of meer teruggebracht. Dus en de brandstofprijs is enorm omhoog gegaan door de afschaffing van de subsidie. Nu wil men de BTW van brandstof van 5 naar 10% brengen en u weet dat brandstofkosten, transportkosten terug te vinden zijn in alle producten. Als de brandstofprijs met 5% omhoog gaat, betekent dat alle prijzen met een fractie omhoog zullen gaan. Niet met 5%, omdat brandstof een component is in de kostprijs van de diverse producten en diensten. Eigenlijk zou de regering daarvan moeten afzien. Eigenlijk zou de regering, integendeel, om een gebaar te maken naar die samenleving, om te zeggen van, hé, ik verhoog de BTW op brandstof niet. Integendeel, verlaag ik de BTW op brandstof. Of ik hou hem op 5%. Maar je ziet dat de creativiteit bij de autoriteiten niet aanwezig is. En men zit gewoon het geld af te pakken van de burger. Wat er maar te pakken valt, zit men gewoon af te pakken. En dat en die creativiteit, dat mis je wel bij de regeerders. Ja, nou ja, die BTW hebben ze nodig, hè? Want Ramadien zegt, ik heb geen geld. En daarom kan ik dus steeds niet mijn toezeggingen nakomen. Maar dat zegt ook meneer van Openbaar Werken. En ik denk, Ori zegt hetzelfde. En dat geld moet ergens vandaan komen, meneer Girdhari. Weinige bronnen die die overheid heeft om uiteindelijk geld te vergaren, is de belastingen. Of zie ik dat verkeerd? Nee, kijk, tuurlijk. Begin de belastingen te innen die geïnd moeten worden. Dat is één. De regering had in hun herstelplan 2022... hadden ze bijvoorbeeld een maatregel aangekondigd over verhoging van de goudbelasting. Ja. Naar 7%. We zijn nu in 2023. Ja. De regering heeft niet gedurven om het te brengen naar 7%. Ja. En dat komt waarschijnlijk vanuit belangen vanuit coalitiepartijen. Dus één, de regering neemt het op in herstelplan, dat bij dat door de Nationale Assemblée is aangenomen, dus het is een wet. Men doet niet wat men heeft opgenomen in een eigen plan. Ik bedoel, om de inkomsten van de staat te verhogen. En wat doet men? Men kiest steeds voor de makkelijke weg om het volk gewoon het gelag te laten betalen. En daarmee zeg ik dat de regering echt niet kiest voor de belangen van het volk, hoor. De regering kijkt gewoon naar haar eigen belangen, van haar eigen groepsbelangen, van de belangen van hun politieke vriendjes, familieleden en sponsoren. Ja, en ik heb begrepen dat die gokhuizen ook zeg maar ontlast zijn van het moeten betalen van BTW, dan wel innen van BTW. Hoeveel geld loopt men daar niet mis? En wat u zegt, in de goudsector waar het geld toch hartstikke ruim wordt verdiend, daar zou je inderdaad toch wel je inkomsten kunnen verhogen. En u zegt, dat doen ze niet en dat doen ze puur vanwege allerlei familie- en vriendenbelangen. Ja, dat is het volgende, ja.
Ja, maar goed, het volk neemt het allemaal voor lief, toch? U betaalt de BTW. En u weet dat casinohouders die BTW niet betalen. En u weet ook dat die 7% bij de goudsector niet binnengehaald wordt. Nou, dan zou u toch daarmee een sociale actie kunnen opzetten en zeggen: wij betalen geen BTW, zoek het maar uit. Dat zou mogelijk kunnen zijn, maar... Daar bent u veel te lief voor. Ja. Ik begrijp waar u naartoe wil. Ja? Ik begrijp waar u naartoe wil. Waar wil ik naartoe? Waar wil ik naartoe? Dat weet u zelf ook wel. Nee, vraag tuurlijk, ik u. Tuurlijk, kijk het volk heeft getracht via diverse kanalen te protesteren. Ja. Hun misnoegen kenbaar te maken. Ja. Deels met succes, deels zonder succes. We kijken uit hoe dit zich allemaal zal ontwikkelen. Maar aan de andere kant is het volk ook een beetje lam geslagen in die zin van, kijk, men is bezig met overleven, meneer Kartaram. Het leven is echt moeilijk geworden. Kijkt u, een regering met een stukje inlevingsvermogen zou de gasbrandprijs niet verhogen midden in de vakantieperiode, waarbij ouders schoolspullen moeten aanschaffen. Ja. Waarbij ouders nieuwe kleding voor de kinderen moeten aanschaffen. Want 1 oktober begint het nieuwe schooljaar. Met een stukje inlevingsvermogen zou de regering gedacht hebben, hey, ik doe het op een ander moment. Of ik doe het in kleine stapjes. Elke maand 25 SD. En ik kom met een, wat ik eerder zei, met het subsidiebeleid naar de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben. En de mensen die 510 kunnen betalen, die betalen gewoon die 510. Want er zijn ook veel mensen die 510 kunnen betalen. Het mist die regering aan inlevingsvermogen. Het mist de regering aan het gevoel van de realiteit die samenleving treft met betrekking tot hun levensonderhoud. Ja. Ja, u zei, tenminste als ik het goed begrepen heb, dat de maatregelen die de regering juist in heeft gezet om te komen tot het genereren van fondsen, dat die contraproductief werken. Wat bedoelt u daarmee? Dus kijkt u, als u kijkt naar de productiesector in Suriname, ja, dan is de productiesector deels afhankelijk van brandstof, in dit geval de diesel. Ja. Als de prijs van brandstof omhoog gaat, heeft dat ook een direct gevolg op de productiekosten. Ja. Twee, de inflatie. De inflatie heeft ook een remmende werking op de lokale productie, omdat onze producten duurder worden. Een ander punt is ook, als over de hele linie de prijzen omhoog gaan, betekent dat de kosten, de productiekosten omhoog gaan en betekent dat het lokaal produceren van goederen en diensten ook onaantrekkelijker wordt. Dat is gewoon de essentie van het met betrekking tot al deze prijsverhogingen. Ander punt, als je kijkt naar de maatregel van de overheid heeft ook een maatregel genomen. De overheid geeft ongeveer 4 miljard SRD per jaar aan vrijstellingen. En dat willen zij min of meer afschaffen. Ze willen het grondstofbesluit aanpassen waarbij er minder vrijstellingen gegeven worden, zodat er wat meer geld in de staatskast blijft of binnenkomt. Op zich zeggen zij, de regering zegt, want er wordt veel misbruik gemaakt van het besluit ter verlening van vrijstellingen. Wij vinden van, als er misbruik gemaakt wordt van een maatregel, dan moet u dat aanpakken. Maar u kunt niet met de algemene maatregel komen waarbij het verkrijgen van vrijstellingen ongedaan wordt gemaakt. Want de mensen die eerlijk en oprecht met de productie bezig zijn en een vrijstelling aanvragen, die straft hij hierdoor. Ja. Die straft hij door het wangedrag van anderen. Ja. En ik denk dat dat incorrect is. Maar de regering moet ook eerlijk zijn, want van die 4 miljard aan vrijstellingen is ongeveer de helft, 50%, die wordt verleend aan de goudsector. Ja, en de kleine man wordt daarin niet ontzien. Juist. Dus, juist. Ja. Juist. En door die maatregel, ja, gaat men wel de Surinaamse producent min of meer beknotten. Yeah. Het treft de Surinaamse producent. Yeah. Maar de goudboys, dat treft mij niet. Nee. Dat is ook een stukje oneerlijkheid die aan de dag gelegd wordt naar de lokale productie. Yeah. Dus als u kijkt naar die maatregelen van die overheid, dan zie je dat ze allemaal aan productie gericht zijn. Yeah. Dat komt de productiesector in Suriname niet ten goede. Ja, want ik noem een voorbeeld. Die,
die paddyboeren, hè, die worden nu ook geconfronteerd met een prijs van 650 SRD per baal rijst, terwijl hun kosten veel en veel hoger zijn. Vorige keer kregen ze nog met pijn en moeite 850 SRD per baal. En tussen toen en nu hebben ze hun stem laten horen. Ze zijn in opstand gekomen. Er is een platform opgericht waarbij een aantal eisen zijn gesteld op ook het punt van het ontzien van hen bij het importeren, kopen, BTW, noem maar op. Bedoelt u daarmee, die mensen worden juist niet ontzien? De mensen bijvoorbeeld, laat zeggen een producent, die willen graag of een graafmachine binnen laten komen. Ja. Dan had hij recht op vrijstellingen van een aantal belastingen. Ja. En dat, daarmee kon hij een aantal andere zaken financieren binnen zijn bedrijf. Ja. Of tegen een lagere prijs zo'n machine binnenhalen. Met het afschaffen, met het terugdraaien van die maatregelen, betekent dat hij gewoon de volle pond moet betalen. Ja. En dat heeft een kostprijsverhogend effect ja. Op zijn product. Ja. En dat maakt zijn concurrentiepositie, dat bemoeilijkt zijn concurrentiepositie. Ja. Je zou eigenlijk juist deze maatregel per sector moeten bekijken. En juist de goedwillende moeten onderscheiden van de kwaadwilligen. Nou ja, die paddyboeren, dat is een groep, hè, die Nigerianen, die ook al heel lang roepen om toch wel de douanebelastingen op dat punt vrijgesteld te worden. Zij willen vrijgesteld worden voor het betalen van BTW. En op het punt van benzine zouden ze bijvoorbeeld die tax en die belasting, hoe noemen jullie dat in Suriname, die naast zeg maar die verhoging van benzineprijzen ook geheven wordt per liter. Ik ben nu het begrip kwijt. Maar daar vragen ze ook om. En ik heb de indruk dat daar ook geen oor naar is. Dat die mensen op dat. En dat is nou wat u bedoelt, averechtse werking van maatregelen die bepaalde doelgroepen uiteindelijk juist benadelen, toch? Want als je BTW op deze boeren toepast. Zullen ze waarschijnlijk een hoge prijs moeten betalen voor bijvoorbeeld grondstoffen die ze moeten hebben om hun paddy te kunnen zaaien, om uiteindelijk tot productie van paddy te kunnen komen. En dat verhoogt hun kostprijs alleen maar, toch, uiteindelijk? Ja, klopt, ja. Ja, en die groep wordt niet ontzien. En je hoort Jogi nu in het parlement roepen, ja, regering, wat doe je, want deze mensen komen niet meer uit. Is dat krokodillentranen? Is dat een beetje, een mooi weerspelen? Dus kijk, meneer Jogi is parlementariër. Meneer ja. Jogi moet met voorstellen komen naar de regering toe en van de regering eisen ja. dat zij de productiesector leusmatig treffen om de productiesector te stimuleren. En dat geldt niet alleen maar voor de rijsector, hoor. Er zijn ook bijna alle andere subsectoren in de agrarische sector, niet alleen maar in de jonge kuststrook, maar ook in het binnenland, zijn er heel veel vraagstukken met betrekking tot in de agrarische sector. Maar niet alleen maar de agrarische sector, ook als je kijkt naar toerisme en als je kijkt naar andere sectoren, die verdienen gewoonweg aandacht, die verdienen gewoonweg wat stimulerende maatregelen, zodat ze verder kunnen excelleren. En wat wij eigenlijk zien is dat gewoon, één, de stimulerende maatregelen niet getroffen worden, maar juist, wat heeft het ook allemaal genoemd, maatregelen die voorgesteld worden om juist die productie te beperken, om juist de productie de kop in te drukken. Ja, oké. Okay. Het gebeurt allemaal niet, hè, nu zeg. Daar is de regering niet slagvaardig en doelgroepgericht mee bezig. En daar verwachten wij juist toch wel maatregelen die gebaseerd is op sectoren en op doelgroepgericht. En dat ziet u niet terug bij deze regering. Nee, dat zie ik op dit moment niet terug. Ja. Dan meneer Gidhari, ik las een artikel, tenminste een bericht, in een van de lokale dagbladen, dat op dit moment toch wel bepaalde grondeigenaren die domeingrond bezitten, dat die geconfronteerd worden met dat hun grond, die nu in een periode verkeren van verloop van hun domeinrecht, hè, dat die verkaveld en anderen worden gegeven. Men spreekt over grondroof. Dat is natuurlijk heel triest. Maar dit is een probleem dat we in Suriname al heel lang kennen.
Waarom lukte de president niet om op dit punt toch wel orde op zaken te stellen? Meneer Carteram, problematiek tot gronduitgifte en grondroof kennen wij niet van vandaag. Dat kennen wij al 10, 20, 30 jaren. Maar het neemt steeds erger vormen aan. Dat is één. Twee, politici, beleidsmakers beloven steeds dat ze zorg zullen dragen voor een transparant gronduitgiftebeleid. Politici beloven steeds dat burgers die recht hebben en behoefte hebben aan grond, in aanmerking zullen komen voor grond. Politici beloven steeds dat het gronduitgiftebeleid transparant zal zijn. En wanneer ze aan de macht zijn, dan zien we het tegenovergestelde. Dan zien we alleen maar of overwegend bevoordeling van vrienden, familie, partijgenoten, vriendjes, sponsoren. Maar grondroof is al heel lang. We kennen toch de tijden van de diverse stichtingen. Zweeftikken, Dikken, Longotikken, Nakken. Ik weet niet allemaal. Nee, maar deze president had plechtig beloofd. Oké, ik kom nu op het punt. Wat wij de afgelopen dagen hebben vernomen, is in betrekking op mensen die erftacht of grondhuurpersoneel hebben. Ja. Waarvan voor 40 jaar hebben gekregen. Waarvan het termijn verlopen is en de mensen niet tijdig. Niet of niet tijdig voor verlenging hebben aangevraagd. En wat zien we dat mensen, kijk u, als een grond 40 jaar terug is toegekend, dat is het waarschijnlijk toegekend aan uw grootouders. Uw grootouders hebben daar gewoon gewerkt, uw ouders hebben daar gewoon geërfd en nu heeft u het. En u bent misschien vergeten of u bent een stukje, u bent misschien even laks geweest om de verlenging aan te vragen. En u heeft op een stukje land een huis gebouwd of huizen zijn gebouwd en u bent in productie actief, dat mensen behorende tot deze regeringscoalitie overgaan door het verstrekken van die gronden aan andere mensen. En dat is een vorm dat getypeerd wordt als grondroof. En dat is eigenlijk zeer inhumaan en onrechtvaardig wat gebeurt. En het gebeurt onder het oog, onder het toeziend oog en onder de neus van president Santokki. Ja. En we zien wel, en we horen de dingen dat het ook allemaal wordt afgeschoven. Maar dat is deels terecht en deels onterecht, omdat de president van het land is. Ja. Hij heeft de bevoegdheid om het terug te draaien. Hij heeft de bevoegdheid om de minister van GBB, die misschien niet van alles op de hoogte is, ik weet het niet. Ik ben niet hier om mensen te beschermen, op het matje te roepen. Hij is er om de zaken terug te draaien. En als hij dat niet doet, is hij even debet hieraan. Ja, maar meneer Kataram. Ja. Vorig jaar in juni 2022 heeft de vereniging, dus de VES, een brief gestuurd naar de president toe. En die brief hadden wij de president gevraagd een tijdelijke stopzetten van uitgifte domeingrond. En dat hadden wij gedaan als gevolg van de perikelen dat bekend in de samenleving staat als het Sabaku-schandaal. Ja. De overheid had grond teruggekocht en de gronden zouden een bestemming krijgen waarbij huizen gebouwd zouden worden enzovoorts en het zou een bepaalde bestemming krijgen. Deze regering, mensen van deze regering, waaronder toppers behorende tot deze regering, niet van één politieke partij, van de politieke partij die deel uitmaken van deze regering, hebben een aantal van die gronden, hebben een groot deel van die gronden verdeeld onder zichzelf, dus onder hun vrienden, familie, sponsoren. En wij van de VES hebben toen aan de president gevraagd in een brief, president, draai dat terug. De overheid heeft die gronden gekocht met een bepaald doel en niet gekocht om ze aan vrienden en vriendinnen en sponsoren te geven. Of om ze door te verkopen. Er is een doel daaraan gewiet. En we hebben direct aan de president gevraagd, president, breng direct transparantie in het gronduitgiftebeleid. Laat het gronduitgiftebeleid duidelijk zijn, zodat elke burger weet waar hij toe is. Stop tijdelijk het gronduitgiftebeleid, zolang u niet heldere, duidelijke, transparante regels hebt. En trek alles in. Wij hebben van de president niets vernomen. Niet erg. Er is toch een decreet grondbeleid? Nee, maar we hebben ook geen verandering gezien ja. vanuit het gezag. En wat krijgen we dan
14 maanden later, ja, horen wij nu over perikelen waarbij mensen hun gronden worden, gewoon weg worden geroofd. En dan kan je zeggen, oké, men heeft geen verlenging aangevraagd. Nee. Maar je hebt grondinspecteurs, je hebt mensen die werken op het ministerie. Die mensen die erop uittrekken om te kijken wat is de status. En als u ziet dat iemand een huis gebouwd is op een stukje grond, en de persoon heeft geen verlenging aangevraagd, dan is het normaal, is het gewoon fatsoenlijk dat je de mensen op de hoogte stelt. Maar wat doet men? Er zijn gevallen bekend waarbij men wat perceel in vijven heeft gedeeld, 5 nieuwe perceelkaarten heeft ontwikkeld, met perceel ID en aan 5 vriendjes heeft gegeven. Wat het Surinaamse volk overkomt, meneer Kartaram, is een zeer ordinaire mate van roof. Roof op elk vlak. Het geld van de burger wordt uit zijn portemonnee geroofd door die overheid. Men is niet creatief om te komen met maatregelen om die verdiencapaciteit van die overheid te vergroten. Men komt ook niet met maatregelen om die verspilling teniet te doen. Om die verspilling te verminderen. En wat doet men? Men zit alleen maar te roven van het volk. En nu hebben we ook te maken met grondroof van voorouders die al, waarvan opa, oma op een stukje perceel hebben gewoond en hebben gewerkt, kinderen en nu kleinkinderen. En dat allemaal plaatsvindt. En dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van president Chandrika Prasad Santokhi. En daarin moet verandering komen. Hij staat erbij en kijkt naar en laat het gebeuren, zegt u. Tot nu toe hebben we nog geen acties gezien. We hebben wel in de media vanmorgen gelezen dat de president, de minister, met spoed heeft ontboden. We kijken uit wat eruit rolt. Ja, maar het zou toch fatsoenlijk zijn, meneer Gidari, dat een overheid, toch zorgvuldig is, betrouwbaar is, en dat die overheid niet over de een nacht ijs gaat, en dat die overheid een dienende overheid is naar de burgers toe. Dat wanneer een beschikking expireert, of dreigt te expireren, dan zou die overheid, die belanghebbende, in dit geval de beschikker van dat stuk grond, tijdig op de hoogte moeten stellen van je moet binnen zoveel tijd de verlenging van jouw beschikking geregeld hebben, wil je dat perceel behouden. Als ik het verhaal van die benadeelden zo beluister, lees, dan is op dat punt ook vanuit die overheid totaal geen actie ondernomen om deze mensen toch wel vooraf aan hun jasje te trekken, dat ze dreigen hun beschikking te verliezen. Laten we stellen dat er een gebrekkig informatiesysteem is op het ministerie. Dus het ministerie kan mensen niet vooraf melden van je beschikking vervalt, je moet verlenging aanvragen. Maar als er een aanvraag wordt ingediend voor een stuk perceel, dan gaan er wel mensen van het ministerie op onderzoek uit. En dan zien ze wel, dit stukje perceel is van persoon A. Ja. En persoon A heeft recht op het perceel. Ik noem maar wat, tot april 2023. Het vervalt in april 2023. Laten we die persoon op de hoogte stellen dat zijn beschikking is vervallen. Ja. En dat hij voor verlenging moet aanvragen. En als hij dat niet wil, dan komt het vrij. Ik bedoel, dat fatsoen moeten we toch in het land voor elkaar kunnen hebben. Maar weet je wat? Overal zitten er boeven. Het is gewoon een boeverij. Het is een totale boeverij. En er wordt gewoon gejat, gestolen bij daglicht in de zon. Dus dat is de cultuur op dit moment. En je hebt een regering. En als mensen die behoren tot de regering dat doen, dan hopen we dat de president ingrijpt. Ja, u zegt dus doelbewust. Willens en wetens, werken naar uiteindelijk de situatie dat men dat stuk grond van die arme man kan afpakken. Dat zegt u eigenlijk. Nee, maar dat is het. Ja, toch? Ja. Ja, maar er is toch ook zoiets, nogmaals, in de regelgeving, u kunt mij daarop corrigeren, dat er iets is van publicatieplicht, dat de regering van tevoren ook via de lokale media, pers, schrijvende pers of televisie, radio, berichten moet lanceren over mogelijk expiratie van beschikkingen, dan wel wie een stuk grond heeft aangevraagd, waar dan ook. En dat mensen daar kennis van kunnen nemen. En dat die publicatie, dan wel bekendmaking, niet plaatsvindt. Is dat willens en wetens? Is dat inderdaad, wat u zegt, een scenario opzetten? Dat men uiteindelijk... Of dat zo is, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat bij de benoeming van de huidige minister van GBB had de regering aangegeven
de president aangeven dat alle uitgifte van gronden langs het kabinet heen moesten gaan. Dus het kabinet moest verwittigd worden van alle gronden die verstrekt zouden worden aan burgers. Volgens mij was het zo'n bekendmaking geweest. Dus als deze tafereelen nu plaatsvinden, dan vindt dat gewoon allemaal plaats met zou je willen denken, met medeweten van de hoogste autoriteiten. En als dat niet zo is, dan moet men dat terugdraaien. Ja, nou staat er een bericht in een van de lokale en je merkt in de media dat de vinger gewezen wordt naar één politieke partij en de politieke partij van de minister. Maar is dat wel helemaal terecht? Ja, het kan best zijn dat die politieke partij bezig is met deze praktijken. Maar het is toch een coalitie? Ja. En die coalitie zegt, het is collectief beleid voeren wij uit. Die coalitie zegt, het is collectief leiderschap. Dat zegt die coalitie. Dus het is toch niet de verantwoordelijkheid van die ene politieke partij van die minister. Die minister heeft toch twee bazen boven haar. De vicepresident is van haar eigen partij, maar je hebt toch dan de president. Ja. Als de president niet eens is met het beleid, dan moet je dat toch corrigeren. Moet je toch daadkracht tonen. Nou, we hebben dus de laatste jaren gemerkt dat eenheid van beleid er niet is. Hè, en dat die president soms zijn tanden laat zien. Maar dat is alleen maar voor even het beeld te scheppen van ik ben de baas. Maar als puntje bij paaltje komt, pakt hij niet door. Nou, we hebben gezien, hij zei tegen Brunswijk, ik pik het niet meer. Hè, als je op een podium van alles gaat roepen en nog niet een paar dagen later stond hij op een podium en was hij heel erg bedreigend bezig. En ik heb niet de indruk dat Santokki Brunswijk op het matje heeft geroepen. Dus hoeveel waarde moet je hechten aan toch wel die tanden van die president? Ondertussen worden mensen dus een stuk grond afgepakt. Wat voor rechten hebben die mensen nog? Waar kunnen die mensen nog verder aankloppen om hun rechten uiteindelijk terug te halen? Want dat stuk perceel is verkaveld, is aan Santokki 2 gegeven. Het feit hiervan weet ik niet van meneer Kartra aan welke rechter ben, maar ik denk wel dat men naar de rechter kan stappen. Maar laten we even uitkijken met welk besluit de regering komt. Laten we even afwachten. Ja, en denkt u dat meneer Santokki dan mevrouw Forswijk dan zo stevig aanpakt dat ze vanaf morgen geen uitgeleiders meer maakt? Dat hoort hij te doen, hij is toch president van het land? Ja. Mensen, burgers hebben toch recht op zekerheid. En er is toch sprake van rechtszekerheid. Ik bedoel, daarvoor zit hij toch, daar is toch president van het land. Ik bedoel, maar even, wie gaat in het land willen investeren als deze taferelen zich voordoen? Ja, is er investeerder gekomen dan? Nee, maar even lokale investeerders. Ja. Als een lokale investeerder die de beschikking over een grondhuurperceel, gaat die persoon een paar tonnen willen investeren bijvoorbeeld in de agrarische sector en een verwerkingsbedrijf neerzetten, gaat die dat willen? Ja. Als morgen dat allemaal van hem kan worden ingepikt en worden weggegeven aan anderen? Nee, u geeft het antwoord al op die vraag, hè? Dus nee. Maar goed, ik bedoel, dus de impact van dit is niet zo simpel een verlenen alleen. Het is een veel grotere impact. Ja. Hoe zijn de eigendomsrechten van de burger van bedrijven gewaarborgd? Ja, als de staat daar zelf een loopje mee neemt, toch? Met de regelgeving. Ja. Dus dan is die niet gewaarborgd. Hè? Ja, en meneer Santokki kijkt daar. En dat betekent dat we gewoon in een wipeout situatie leven. Ja, het is een anarchie. Het is inderdaad een bananenrepubliek aan het worden. Bent u het mee eens? Nou, dat zal ik niet zeggen van mijn land, hoor, meneer Kartaram. Ik vind het jammer dat leiders in het land die vertrouwen hebben gevraagd van het volk. Van is die maar vertrouwen met die wat moren bitteren van man, dat werd er gezegd. Ja. En wat maakt men van het land? Ja, wat maakt men van het land? Men maakt een puinhoop van het land. Een bananenrepubliek, dat wilt u niet uitspreken. Maar dat is niet een negatieve oordeel naar de tsunamis toe, hoor. Maar het is naar hun leiders toe. En die maken er een potje van. Bent u met me eens? Dat ze maken er wel een potje van, ja, dat klopt, ja. Ja, ja.
Maar goed, meneer Gidhari, ik wil overstappen naar het volgende punt. Want wat we zien is, naast het feit dat er grondroof is, hè, dat het dagelijks... Maar meneer Kateram, we zijn bijna anderhalf uur bij een luisteraar niet moe geworden. Nou, volgens mij vind ik het hartstikke leuk dat u een stevig gesprek voert met mij. Ja, nou ja, en de radio is er, wie niet wil luisteren, die gaat weg, toch? Ja, even... Oh, ja. Ja. Het volgende punt wat ik met u wil bespreken, is dat er op dit moment toch wel ieder dag wel sprake is van een roof of een moordpartij. Hoe veilig voelt u zich nog in Suriname? Kijk, meneer Kataram, ik wil wel een onderscheid maken tussen twee verschillende dingen. We zien dat er een verhuring van de criminaliteit heeft plaatsgevonden met een ernstige verhuring de afgelopen weken. Waarbij mensen gewoon op klaarlichte dag gewoon worden, in koele bloeden worden vermoord. Ja. Dat is één. We zien ook dat mensen die keihard werken om brood op de plank te krijgen voor hun gezin, bij de uitoefening van hun werkactiviteiten gewoon worden doodgeschoten. En we zien verder ook dat onder jongeren er ontwikkelingen plaatsvinden van diverse bendes, maar die eindigen met doden. Zelfs gisteravond een 15-jarige jongen. Dat allemaal heeft te maken met, hoe ziet ons criminaliteitsbestrijdingsplan ook eruit? Ik bedoel, er zijn te veel zaken in dit land, van drugsvangsten die onopgelost zijn, van moorden waarvan het vermoeden bestaat dat het te maken heeft met drugsafrekening die onopgelost blijven, van roofovervallen, van eenvoudige tasjesrovers, van seniorenburgers. Mensen van 70 plus die overvallen worden in hun huis. Mensen die 40 jaar gewerkt hebben. Die overvallen worden. En wat steelt een jongeman van 30 jaar? Die steelt 400 FD van een seniorenburger van 80 jaar. Ja, ik bedoel, men moet optreden. En we zien dat, en het is heel jammer, dat onder president Santokki, die de bijnaam gekregen heeft van sheriff, toen hij minister van Justitie en Politie was, dat de criminaliteit hoogtij zit in Suriname en zaken niet opgelost worden. Mensen zijn gewoon bang. Mensen zijn gewoon angstig. Seniorenburgers zijn angstig. Jongeren zijn angstig om de straat op te gaan. Gisteren heeft de voorzitter van het parlement in het parlement een oproep gedaan aan de jongeren. Waarbij zelf mensen zeggen dat ze zijn bang om naar een restaurant te gaan, om op het terrasje te zitten en een biertje te nuttigen of te eten. Omdat buiten jouw schuld dan er iets kan gebeuren. Ja. En dat je slachtoffer wordt. Het is zeer ernstig. Ja, het is zeer ernstig. En we horen de autoriteiten niet hieromtrent. Waar zijn de militairen? Waar zijn de politieagenten? Waar zijn de mensen die moeten patrouilleren? Waar zijn de middelen voor de politiedienst? Waarom moet de autoriteit tegenwoordig reten, die zijn commissaris met twee volgauto's? Waarom moet dat? En ja, de politie, als je naar een politiestation belt en hulp inroept, zegt de politie doodleuk tegen u. We hebben geen brandstof, we kunnen niet uitrijden. Ja. En dat weten die criminelen ook. Die criminelen weten het allemaal, maar ze wonen ook in hetzelfde land en ze doen ook een onderzoek. Ja. En als de politie geen middelen heeft, en dan heb ik het niet over geweldige middelen. Brandstof heeft men niet om uit te rijden. Ja. Maar is het niet zo dat deze regering... Terwijl ministers DC met volgauto's in het land rondrijden, en het volk, en het arme volk aan hun lot overladen. Dit is misdadig vanuit de hoogste autoriteiten. Ja, dit is inderdaad misdadig, hè? Crimineel. Men zegt van wanneer een groep mensen bij elkaar zich crimineel gedragen. En dat blijkt, hè? Ik bedoel, een misdadiger is een crimineel. Hebben we te maken met een criminele organisatie in Suriname die op het hoogste niveau functioneert, als ik u zo beluister? Nee, dat kan ik niet zeggen, meneer Kataram. Wat ik wel kan zeggen, dat het misdadig is, dat de samenleving overgelaten wordt aan de grillen van de criminelen. Ja. En dat er niet wordt opgetreden en dat de overheid, de regering, geen middelen uittrekt voor de politieorganisatie, omdat ze hun werk kunnen doen. Waarom gaan wij miljoenen investeren in een politiegebouw? Als je het politiegebouw daar hebt staan, een nieuw politiegebouw hebt staan, gaat het politiegebouw achter criminelen aan? Geef de politieagenten middelen. Geef de politieagenten vervoersmiddelen. Geef de politieagenten die uitrusting. Geef de politieagenten ook een goed salaris. Ja, maar dat misdadige waar u het over hebt, hè, is niet. Ja. Daarmee bedoelt u niet de crimineel die iemand doodstikt, die moord en noem maar op, roof.
Maar dat misdadige komt van lezen de regeringsautoriteiten. Die geven het geld niet uit voor het kopen van een wagen voor de politieman. Die geeft geen geld om benzine te vullen in de auto's. Maar die gaan bijvoorbeeld, wat u net zei, hè, een gebouw dat nou ja, zo goed als bijna staat en afgemaakt kan worden. Die gaat het gebouw slopen om nog een keer, ik dacht, 9 tot 12 miljoen US dollar tegenaan te gooien. En uit kritische zeg maar berichten heb ik begrepen dat dat niet zou moeten. Maar Jan Patou is daar aan de hand. En dus dat familie en vrienden daar alleen maar beter op zullen worden. Dat is toch crimineel gedrag. Je maakt je eigen volgen vrij. Doordat je nalaat wat je moet doen als overheid. Maak je dus dat mensen niet meer normaal zich kunnen bewegen. Zoals u zegt, niet naar een restaurant kunnen gaan om gewoon een biertje te drinken. En dat je thuis niet veilig in je huis kunt zitten. Zonder tralies en ik weet niet wat. Maar dat is toch veroorzaakt door de machthebbers? Nee, dit is zeer misdadig. Ja, toch? Wat er gebeurt, absoluut. En als misdadigers in verenigd verband... Meneer Ginhari, als misdadigers... Niet meneer Kateram, ik ga het ook niet uitspreken. Ik zeg het is misdadig van de autoriteiten naar de samenleving toe. En dit zorgt ervoor dat mensen niet optimaal kunnen functioneren. Mensen kunnen niet actief, optimaal participeren aan het economisch gebeuren. Mensen willen niet investeren. Ja. Mensen zijn bang dat ze hun investering kwijt kunnen raken. Mensen zijn bang als ze bijvoorbeeld een fabriek neerzetten, simpele dingen, dat de criminelen erop uit zullen trekken. Mensen zijn bang, mensen zijn angstig, mensen liever in hun huis in gevangenschap. Ik was afgelopen weekend naar de nota geweest. Ja. En er werd gepatrouilleerd op de weg door jonge heren. Die waren ingehuurd door de mensen die het feest hadden, zodat de auto's, zodat er gelet werd op de auto's, omdat 2 weken ervoor er een ander feest was in de buurt. En daar hadden ze van iets van 15 auto's de banden lek geschoten en hadden ze spiegels gestolen. Ja, triest, hè? Dat dus dat, dus het volk dat keihard werkt, dat probeert de centjes, dat probeert brood op de avond te krijgen, die kan zelf niet in de avonduren naar een feestje gaan. Ja, en de machthebbers die lopen met... 10, 12 volgauto's en zwaar bewapende beveiligers. Maar dat is ook tijdelijk hoor, want misschien een aantal van ze zullen na mei 25 of eerder misschien niet die voorzieningen hebben. Dan zullen ze ook als een eenvoudige burger naar de supermarkt gaan. Maar dan zullen ze wel anders piepen en anders praten. Ja, maar dat is misdadig. Ja. Dat is misdadig om het volk dat overgeleverd is om over te leveren aan criminelen en waarbij hun veiligheid op het spel staat. Ja, ik las trouwens een reactie van een kritisch meneer, dat op navraag van journalisten het ministerie van Justitie en Politie en de Korpspolitie Suriname vorige week nog geen plan van aanpak hadden tegen de stijgende zeg maar, criminaliteit en vernieuwende criminaliteit in het land. Het is toch merkwaardig dat je nog geen plan van aanpak hebt. Je ziet dat mensen, onschuldige burgers, vermoord worden, belaagd worden. En je weet niet hoe je dat probleem moet tackelen. Nee, kijk je. Het ministerie van Justitie en Politie en de politiedienst, die moeten gewoon een plan van aanpak ter bestrijding van de criminaliteit. Dat moet er continu aanwezig zijn. Hetgene wat moet gebeuren is verscherping. Verscherping in geval er een toename is van de criminaliteit. Ik bedoel, dat moet je sowieso hebben. Wat is de hoofdtaak van de politiedienst? Is zorgen voor veiligheid van de burger. Is zorgen voor waarborging van de nationale orde en rust. Ik bedoel, en daar hoort erbij dat je een veiligheidsplan hebt. Dat is gewoon inherent daaraan. En natuurlijk moeten ze middelen hebben en daarvoor moet de regering zorg voor dragen. En er zijn mogelijkheden. Men moet niet komen met verhalen dat er geen middelen zijn. Er zijn voldoende middelen om die politiedienst te versterken. Er moet voldoende middelen dat die politiedienst wel brandstof heeft om uit te kunnen rijden. Ja, meneer Ghidari, ik zou zo nog een aantal issues zeg maar in kunnen brengen. Wat ik opmerk is dat, daarmee zeg ik niet dat meneer Ramadien geweldig is, in tegendeel. En dat meneer Ramdien geweldig is, in tegendeel. En andere VHP-ministers. Want daar valt behoorlijk over te zeggen en op te merken.
Maar in de regel, de ministers die het de minste goed te presteren, dat zijn met name ministers van de ABOP-huizen. Had men dit van tevoren niet moeten weten? Dat, nou ja, nee, maar even meneer Kataram. Waarop baseert u dat? Heeft u onderzoek daartoe gedaan? Nou ja, politie, we zien toch dat, we hebben het over criminaliteit. Ik bedoel, dat is een post, een departement van de ABOP-minister. We zien grondbeleid is een puinhoop met de ABOP-minister. Ja. Maar weet u dat er een dienst nationale veiligheid is die resorteert onder het kabinet van de president, waarbij heel veel taken van het ministerie zijn overgeheveld naar DNV? Ik bedoel, ik denk niet dat nee, we maar de praktijk, kunnen... Nee. Even meneer Kataram. Ik denk niet dat we a priori kunnen stellen dat de minister van ene politieke partij met de president. Ik denk dat over de hele linie er sprake daarvan is. En per slot van rekening, laten we eerlijk zijn, als we praten over criminaliteitsvraagstuk, is de president van het land en hij is voorheen minister van Justitie en Politie geweest. Dus hij weet hoe het moet, hij weet hoe het hoort, ga ik vanuit. En als hij vindt dat zijn minister niet presteert, moet hij maatregelen treffen. Maar hij kan niet zeggen, maar we kunnen niet hier stellen van oké, we laten het. En de samenleving gaat gebukt aan al deze criminele daden. Ja, u zegt dat het allemaal ontspoort. Dat is allemaal te herleiden, terug te brengen naar een gebrekkige, functionerende, zeg maar, president. En dat heeft allemaal te maken met leiderschapskwaliteiten. Nee, het is sowieso te maken met leiderschapskwaliteiten. En als een minister niet presteert, dan moet je maatregelen treffen. Dan moet je misschien die minister gaan versterken. Of dan moet je misschien middelen beschikbaar stellen. Maar je moet wel acties ondernemen. Maar alleen vaststellen van dat er vanuit een bepaald ministerie iets gebeurt en verder niets doen. Nee, dat is kort door de bocht. Ik bedoel, op heel veel vlak gebeurt het niet. Maar tuurlijk, als het gaat om veiligheid, als het gaat om beroevingen die plaatsvinden, als het gaat om moorden die plaatsvinden, dan krijgt dat elke burger direct. En ik denk dat daar de hoogste prioriteit aan gegeven moet worden. En er zijn modellen. Ik kwam weer een aantal maanden terug, trokken militairen en politieagenten samen op. Er waren al acties uitgezet. Hoe het heeft kunnen ontaden dat het vandaag de dag zo is, weet ik niet. Misschien in een bepaalde slapte, maar ik bedoel, die draaiboeken zijn er. Als men zegt dat er geen plan is, is dat een brevet van totale ongeschiktheid. En dan moet men gewoon oude plannen tevoorschijn halen en die allemaal aanscherpen. Maar je kan toch niet het volk aan de grillen van de criminelen laten. En jonge mensen. Jonge mensen die gaan met elkaar tekeer en er vinden dode plaats. Dat kan toch? Dat kunnen we toch niet accepteren? Dat is te veel voor de president. Kennelijk zeg maar overstijgt dit zijn capaciteit, zijn leiderschapskwaliteiten om een goede aansturing. Nee, even om een goede aansturing te kunnen plegen van zijn team, want hij is en blijft de eindverantwoordelijke, hè? En er gebeurt heel veel. Als we kijken naar wat er gebeurt op de Pengel, Johan Adolf Pengel luchthaven, dan is dat ook toch wel een behoorlijke schande voor imago van Suriname. Als we kijken, hè? Bedoel, maar meneer Kataram, als u zegt, Dat een beetje te hoog gegrepen is voor de hoogste autoriteit. Wat is dan uw advies aan die autoriteit toe? Nou ja, als ik het voor het zeggen zou hebben, meneer Guidari, maar dat heb ik niet. Maar ik vind dat de burgers van Suriname dit te lang voor lief nemen. En in een fatsoenlijke samenleving, in een fatsoenlijke beschaafde samenleving, zou de politiek toch wel consequenties verbinden aan het falen. Waarbij leven van burgers op dit moment op het spel zijn. Waarbij toch wel het aangezicht van het land keer op keer geschaad wordt. Doordat een vliegtuig niet veilig kan landen, om iets te noemen. En zo kan ik door blijven gaan. Dus in Nederland zou men lang aan de bel getrokken hebben en tegen die... Ik wil even terugkomen op, meneer, alsjeblieft. Nederland moet je niet vergelijken met Suriname als het gaat om criminaliteit en misdaden. Het gaat om beschaving. Maar even terug te komen. Ik wil teruggaan op het begin van het gesprek waarmee ik begon. Het heeft allemaal te maken met leiderschap. Kijk, als onze leiders op podium geweld verheerlijken, hoe kijkt de jeugd daarnaar? Toch? Als onze leiders op podia in gesprekken met journalisten
niet verantwoording afleggen, maar journalisten direct dan wel indirect bedreigen. Ik bedoel, wat straalt dat uit naar die samenleving toe? Dat gedrag, wat straalt dat uit naar jongeren toe? Van, ay, Mika Texan toe, Mika doet dit toe, Mika plays Toerman toe. Dat is het gedrag en het heeft allemaal te maken met leiderschap. Het heeft te maken paal en perk stellen, naleving van regels. Ik bedoel, als dat allemaal niet plaatsvindt, men doet wat men wil, bevoorrechting van friends en family en sponsoren. Ik bedoel, mensen die keihard ploeteren, mensen die een grond aanvragen en 30 jaar wachten, 20 jaar wachten en het niet krijgen. Maar omdat je een vriendje bent, omdat je gekozen bent als DNA-lid, kan je wel 2, 3, 4 kavels krijgen. Wat is de uitstraling, de boodschap, het voorbeeld dat uitgaat van de hoogste leiding? Dat doe maar waar je zin in hebt, toch? Want die doet er toch niets aan. Het geeft het verkeerde voorbeeld door niets te doen. En dat betekent, dan gaat het recht van de sterkste gelden uiteindelijk in die samenleving. En nogmaals, ik zou inderdaad op dat punt komen, hè, dat alles terug te brengen is naar wat voor uitstraling de machthebbers hebben, de leiders. En we hebben gezien, zoals u dat zei, dat niet een uitstraling is waar moraliteit uiteindelijk opgepoetst wordt, maar in tegendeel de moraliteit de grond in geboord wordt. En mensen die geen eten hebben, die moeilijk aan eten kunnen komen, die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, die gaan uiteindelijk het op een andere manier halen. En dat zie je dus in de praktijk wat er gebeurt, helaas. En dat is allemaal terug te brengen naar wat ik u zeg, hè, denk ik, bij de verantwoordelijken in dat land. En uiteindelijk is de president de eindverantwoordelijke en hij laat het allemaal gebeuren. Meneer Gidhari, en u en hij, we zien dat in die 3 jaar hij totaal niet van plan is te bewegen of iets te doen om het falend beleid ten goede te doen keren. En dan is het de bevolking van Suriname die hem daar geplaatst heeft. Ja, die moeten toch uiteindelijk dat mandaat terughalen, denk ik. Maar ze gaan toch niet doelpunten maken? Ik bedoel, tweede helft hebben ze gezegd, ze gaan nu de doelpunten scoren. Nou ja, ik heb die doelpunten gezien tot nu toe. Nunca zero. Ik bedoel, de president die praat over hij gaat doelpunten maken in de tweede helft. En de vicepresident die zegt, hey, ik ben doelman geweest van Inter Mungo Taporus. Ik haal mijn handschoenen weer van de kast en ik ga weer in het doel staan. Dus oké. Nou. Ik ga u bedanken. Hebben we alles, had u nog wat willen zeggen? Hebben we alles gehad? Die kwestie van de SER, hè, zijn we niet aan toegekomen. Nee, maar het is al breedvoerig besproken. Dus ik denk... ik wil wel als laatst wel even iets toevoegen aan het eind. We hebben, om terug te komen naar onze ALV, hebben wij een nieuw bestuur gehad en onze oud-voorzitter... laatste bestuur was hier ondervoorzitter, meneer Winston Ramotashing, is uit het bestuur getreden. Meneer Winston Ramotashing is ook een gast die vaak bij u in het programma is. Ja. En wij van de vereniging willen onze dank uitspreken aan onze oud-voorzitter, meneer Winston Ramotashing, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Aan de vereniging, 10 jaar secretaris is geweest, 6 jaren voorzitter van de vereniging is geweest, voorzitter is geweest in een zeer moeilijke periode onder de vorige regering, de regering Boutersen 2, waarbij er sprake was van financieel-economisch wanbeleid, heeft de diverse misstanden van de vorige regering aan de kaak gesteld, kwam ook met oplossingen, was het boegbeeld van het Surinaams geweten, het kritisch Surinaams geweten naar het financieel-economisch wanbeleid van de vorige regering. Na de verkiezingen kreeg de regering Santokki en iedereen had gedacht dat onze oud-voorzitter anders zou praten. Dat is helemaal niet waar. Hij bleef doorgaan met die kritische kijk op de economie en kwam ook met oplossingen naar de regering toe. Diverse brieven gestuurd, diverse voorstellen gedaan naar de regering toe. Helaas heeft de regering velen bijna alles naast zich neergelegd. Maar wij, wij vanuit deze kant, het bestuur, zijn onze oud-voorzitter zeer erkentelijk en dankbaar voor de bijdrage die hij geleverd heeft binnen onze vereniging. En hij blijft nog verbonden aan de vereniging als adviseur. Dat wilde ik ook graag via uw medium doen, omdat ik weet dat uw luisteraars vaak luisteren wanneer u de oud-voorzitter in uw programma heeft. Ja, meneer Winston Ramotashing hebben we ook hoog. Laatst heb ik hem ook gesproken en ik denk dat hij een voorbeeldige, integere Surinamer is met heel veel kennis. En dat toch wel, denk ik,
een mogelijke presidentkandidaat zou kunnen zijn voor Suriname. Maar goed, wie ben ik? We hebben dat aan hem ook voorgehouden. Ik denk dat er iemand moet gaan opstaan, meneer Gidadi, in Suriname met de kwaliteit van meneer Winston Ramotarsing. Een hele, vind ik, amabele man. Niet iemand die naar zijn schoenen loopt. Zeer toegankelijk, vooral oprecht en integer, maar ook kundig. Als het gaat om analyse van allerlei economische en politieke processen. En misschien dat jullie daar iets aan kunnen doen. Dat dus hij of iemand van zijn kaliber uiteindelijk opstaat. Zoals we in Nederland Pieter Omtzigt hebben. Die op dit moment toch wel de kanshebber is om premier van het land te worden. En dat is iemand die toch wel de uitstraling heeft. Van een man die een mannenwoord wordt. Integer, betrouwbaar en inhoudelijk heel sterk. Zo iemand hebben jullie in Suriname. En ik denk dat Ramotarsing een kaliber van persoon is. Die een beetje toch wel in de buurt van Pieter Omtzigt komt. Maar goed, wij kunnen dat alleen maar aanbevelen. Hij moet dat willen. En jullie moeten dat misschien enigszins aanmoedigen. Mijn dank. Ik zal het doorgeven. Waarom? Hij weet het. Ik heb het gezegd. Dus dat ik een bandje op terugluisteren. Okay. Hè? Dus dat is geen geheim. Dat is duidelijk, helder en duidelijk gecommuniceerd. Maar nogmaals, ik vind dat de mensen die het kunnen in Suriname, zoals u en anderen, dat u een beetje bescheiden bent en die verantwoordelijkheid niet op u wilt nemen. Maar er moet toch wel iemand gaan staan en zeggen van jongens, we gaan het anders doen. En anders betekent, dit is de visie, dat is het eindpunt, dat is het punt op de horizon. En we gaan het samen met elkaar doen. En samen betekent dat we niet gaan voor rollen en functies, maar we gaan voor het doen.